Er is een culturele elite in Nederland die eigenlijk voortdurend focust op allerlei lelijke dingen. Dat vinden ze mooi. Atonale muziek, abstracte, bizarre kunst in het Stedelijk Museum, nihilistische literatuur. Dat wordt gewaardeerd. En er is ook ontzettend veel anders. En daar wil ik op gaan wijzen. Ik wil laten zien wat een geweldige cultuurschatten er ook zijn, die vaak onderbelicht blijven in de bestaande media. En wat ik wil laten zien, ik wil niet alleen negatief zijn, maar ik wil juist laten zien wat er allemaal wel is. Bijvoorbeeld waar we nu zijn, de piano's van Erard, schitterende instrumenten die je nooit hoort, waar mijn eerste stuk voor Jalta ook over gaat. Mensen gaan misschien wel een beetje nieuwe Thierry Baudet leren kennen via Jalta, want ik heb me in het verleden erg gericht op wat er allemaal niet goed ging. En nu wil ik gaan kijken naar wat is er allemaal wel voor moois in de cultuur, in de literatuur, in de muziek te vinden. En je kunt zeggen, waarom niet alleen maar politiek? Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ons te realiseren dat politiek uiteindelijk alleen maar het topje is van de maatschappelijke ijsberg, van het hele culturele bouwwerk waar uiteindelijk die politiek op drijft. En dat dus datgene wat zeg maar, ons verbindt, wat wij mooi vinden, dat ons geborgenheid biedt, kunst, cultuur, uiteindelijk het belangrijkste is.